Vlag is omhoog. En ook naar beneden. De start is gevallen. Start valt en Velton Bellagio heeft als eerste de benen er goed onder en pakt de kop. Galoppade van Cash Winner, maar die loopt ook gelijk weer. Velton Bellagio had de leiding, staat hem nu af aan Jo Corbani. Digital Crunch gaat als eerste de eerste bocht in. Velton Bellagio plaats 2, daarachter ligt Magnum de Liton als derde. Jaguar van Assem 4e en een paar mispassen daar van Chabba Mill. Paarden gaan de bocht door. Uitgeschakeld, nummer 7, 7 galop. De favoriet is eruit. Chabba Mill is onder de bel van uitschakeling gevallen. Paarden gaan de rechte lijn overzijde in en het is Digital Crunch die daar leidt. Komt aan de buitenkant al de aanval van Jaguar van Assem. Die komt schuin naast Velton Bellagio. Vierde plaats daarachter is voor Magnum de Liton. De opening is 1.17.4 uit de banden. Daarachter volgt dan Cash Winner, die ook goed op de benen is gekomen. Ondanks een paar mispasjes het band uit. Ligt op dit moment op plaats 5 en zo gaan de paarden de Charda-bocht in. Zo straks de finish. Passeren nog 2 volledige ronden te gaan onder aanvoering van Digital Crunch. Zoon van Super Photo Cosmos loopt vandaag voor het eerst voor Jo Corbani. Wordt gevolgd door Velton Bellagio. Daarachter volgt dan op plaats 3. Aan de buitenzijde Jaguar van Assem. 4 aan de binnenkant is Magnum de Liton. Daarachter Cash Winner die ook naar het tweede spoor wil. Gaat hij nu doen. Komt hij precies uit voor Divine Monceau. En binnendoor schuift gelijk het gaatje door. Super Topaz met Santo Raitala. Daarachter ligt Cyril de Tomme. De hekkensluiter is Everest Veda Cap. 15-9 voor de volgende tussentijd. Paarden hebben nog ruim anderhalve ronde te gaan. En de leiding blijft in handen van Super Crunch. Super Crunch wordt niet aangepakt. Velton Bellagio laat zich mooi meetrekken. Ligt op plek 2. Hetzelfde geldt op plek 3 voor Magnum de Liton. Buitenom moet Jaguar van Assem. Heeft geen paard voor zich. Wel paarden achter zich. Aan de binnenkant daarachter loopt dan Cash Winner. Ook aan de relingzijde ligt Everest Vedake. Hekkensluiter op dit moment is Cyril Dotom. Corbani controleert. Gaat ook de volgende tussentijd neerzetten. Die zal niet al te vlot zijn. 18-2. Gaat steeds ietsje langzamer. En we hebben straks nog ruim een ronde te gaan. Als we de laatste bocht indraaien. De bocht indraaien die straks de laatste bocht zal zijn. Hebben we nog 1 ronde te gaan. Leiding in handen van Digital Crunch. En daar komt aan de buitenkant helemaal geen beweging op dit moment. Jaguar van Assem schuift al ietsje op. Gaat nu van plek 4 naar plaats 3. Maar vooraan is hij nog lang niet. En de rest daarachter ook niet. Zo gaan de paarden de rechte lijn voor de tribune weer in. Makkelijk aan de leiding Digital Crunch. Digital Crunch, daarachter op plaats 2 volgt Velton Bellagio. Tesla kijkt al eens een keer achterom. Denkt, zou ik er al uit moeten of nog niet? Hij doet het niet. Aan de buitenkant Jaguar van Assem. Het veld schuift helemaal in elkaar. Daarachter 15-6 de tussentijd. Gaat nu naar het derde spoor. Cash Winner. Cash Winner gaat er een harde laatste kilometer van maken. Ruud Pols denkt, dat doe ik ook leuk mee. En die rijdt gelijk met hem mee in het tweede spoor. En zo gaan ze in 3 sporen onderweg naar voren. Nog altijd diezelfde leider, Digital Crunch. Maar die gaat straks wel gezelschap krijgen. De eerste die hem op gaat zoeken is Cash Winner. Aan de binnenkant volgt Velton Bellagio. Tesla rekent helemaal op die laatste rechte lijn. Daarachter Magnum de Liton die een klein gaatje laat vallen. En de rest heeft het ook moeilijk. Staart van het veld gaat nu naar het derde spoor. Cyril Dotom. Koploper versnelt nog een keer. Digital Crunch zet aan en probeert weg te lopen bij Cash Winner. Daarachter op plaats 3 Velton Bellagio. 12-4 is nu de tussentijd. En Corbani probeert te vluchten. Digital Crunch gaat als eerste de laatste bocht in. Cash Winner op plaats 2. Daarachter op de derde plek volgt Velton Bellagio. Helemaal buitenom vliegt nu naar voren Cyril Dotom. Halverwege de Charda-bocht is Digital Crunch gevlucht. Probeert Cash Winner hem bij te pakken. En de rest komt voorlopig even niet in beeld. En ook niet in de buurt. Zijn in de laatste rechte lijn. Digital Crunch is daar als eerste. Cash Winner gaat proberen in te lopen. Komt ook dichterbij. Digital Crunch, Cash Winner gaat tussen deze beide paarden. Cash Winner komt steeds ietsje dichterbij. Maar daar is die rechte lijn eigenlijk net te kort voor. Digital Crunch, Cash Winner. Nu komt hij wel heel hard. Cash Winner aan de buitenkant. Daar komt hij, maar hij komt te laat. Digital Crunch, Cash Winner. Hele goede derde, Cyril Dotom. 15-2 voor de winnaar.